Ik hoop u nog dikwijls om me heen te zien onder dezelfde omstandigheden. Buzio's gloriejaren stammen van voor de Tweede Wereldoorlog. De bewegende beelden die er van hem zijn doen volgens regisseur Karel de Roy geen goed recht aan het talent van de Nederlandse Charlie Chaplin. Hij was veel eigenlijk. Hij was clown. Maar toch ook een sketchenman, zoals Anne van Duin zijn sketch met, of Walda en Muizelaar zijn sketchen. Hè, dus de revue van Snippersnap, zou ik maar zeggen. En een enorm veelzijdig iemand die ook fysiek trainde, dus hij was ook acrobaat. Vanwege de vele talenten van Buzio is de voorstelling een revue geworden. Acteur Olaf Malmberg mag daarom aan de bak. Alles voor de kunst, alles voor de kunst. Ja, ik ga daar diep voor. Maar deze voorstelling is er gekomen met een reeks aan blauwe plekken en schaafwonden en bloedneus, tand door de lip. Het maakt allemaal niet uit. Tijdens de oorlog komt abrupt een einde aan de carrière van Buzio. Mooi hè, kant. Ze zouden eigenlijk alle moffen van kant moeten maken. Halt! Hij is gestopt, daardoor werd hij een beetje bang om weer te beginnen. En hij heeft natuurlijk moeten stoppen in de oorlog, omdat ze hem eventjes hebben opgepakt. Maar de schrik zat erin. De voorstelling Buzio is voor Malmberg een droom die uitkomt. Hij had iets vogelachtigs. En had een soort onvoorspelbare mimiek en een onvoorspelbare motoriek. Dat vonden mensen oneindig komisch. Dus dan kon je er iemand naast zetten die ook goed grappen kon timen. Maar die legde het allemaal af naast deze man. Alle aandacht werd naar hem toegezogen. Dus ja, het was een fenomeen. Avermaal,